Beste kijkers, weer hartelijk welkom bij Zuidwest Cultuur. Wat nou de verbinding is tussen het filmpje van het Scheepvaartmuseum, Fries Scheepvaartmuseum, en jou, Anne Gortske Breteler, dat gaan we in dit gesprek ontdekken. Klopt het. Want jij bent schrijfster, doet heel veel cultuurprojecten, maar je bent ook de jongste gastconservator, in dit geval bij het Scheepvaartmuseum. Met een prachtige tentoonstelling. En die luistert naar de naam. De Friese walvisvaarders, hoe heet die? Bloed, zweet en walvisstraan. Oké. Nou, daar gaan we in het gesprek nog uitgebreid op in. Maar we beginnen altijd even met de persoonlijke noot. Wie is eigenlijk Anne Gortske Breteler? En hoe is zij bij het Scheepvaartmuseum terechtgekomen als gastconservator? Ja, nou, ik ben Anne Gortske dus. Ik ben 24 jaar. Ik ben opgegroeid heel in het noorden van Friesland, in de Sedikon bij Nes. Uiteindelijk heb ik daar mijn hele jeugd teruggebracht. Waar ben ik op mijn 18e naar Amsterdam te gaan om culturele antropologie te studeren. Daarachteraan de master publieksgeschiedenis dien. Dan komen we al een heel iets beetje in de richting van het museum natuurlijk. Maar toen ben ik eerst nog een beetje Sahinjenbleun en eigenlijk denk ik nou 2 jaar lien ben ik weer weromkaam naar het noorden, omdat ik toch dacht van dit is zo'n mooi gebied, er ben je zo volle verhalen, weet ik nog wel wat mij dwaan wil, die ik misschien echt wel weer rondbrengen wil naar de stad, maar dat doch ik toch het liefst vanuit het noorden wel. Dus nou ben ik krek deze week verhuizen naar Moddergat, naar een viskershuisje. En weer een beetje naar je roots. Eigenlijk wel wat waarom. Ja, ja, het is eigenlijk letterlijk uit de tuinbouw zeg ik het huis van mijn ouders. Dus ik zit precies in dezelfde klaaigroen weer. En uiteindelijk ben ik dus via mijn studie terug te gaan bij een museum, Tropenmuseum in Amsterdam. Daar werk ik nou nog steeds voor. En sa is eigenlijk mijn nieuwsgierige voor tentoonstellingen wat begon. Ik ga een heel soort tentoonstellingen, ben ik steeds maar een soort vliegende kiepwest van de tentoonstellingsmakker daar. En doe hier ik al het idee van, goh, het liek het me wel heel mooi om zelf eens een keer een tentoonstelling te maken. Maar dan maken we even een tussenstap, want jij zei iets over die verbinding tussen stad en platteland. Ja. En volgens mij heb jij ook nog een boek geschreven, al meerdere boeken, 25 jaar en al meerdere boeken. Maar. Nou ja, er zijn er meerdere. Ja. Maar dat eerste boek, vertel even, dat ging ook iets over een verbinding met iets van een schilderij en een Fries meisje. Vertel eens. Ja, klopt het. Nou, ik had het boek Mijn Naam, dus ik ken hem wel even. Dit is hem. Dit is het traanjaar. Ja, dit is hem niet. De Nuvere. Het schilderij. De Nuvere. De Nuvere Nacht bedoel. Ja, ja. Nou, dat is inderdaad een bennenboek. Dat is het 2e boek wat ik schreef. Het gaat over een famke, eigenlijk zoest ze het famke op de nachtwacht. Daar zit namelijk midden in dat schilderij van famke wat opjochten is. Ik haal haar de naam Lieske Jong. Maar dat speelt zich echt een beetje in het know-all. En zij gaat eigenlijk op zoek naar het verhaal van waar dat famke van de nachtwacht. En wat maakt het die mooi? En uiteindelijk belonen we dan dus in de Gouden Eeuw in Amsterdam. Ja, en daar speelt het verhaal helemaal. Ja. Het is wel weer een leuke verbinding, want het is een Fries boek. Mm-hmm. Het is op scholen voor kinderen geschreven ook, met name. Ja. Spannend boek. Goed, en speelt dus in Nachtwacht Amsterdam. Dus daar zit ook een beetje Anne Gortske in, hè? Ja, maar dat is eigenlijk in al mijn werk wel een beetje de Gouden Triët, denk ik, of de Rere Triët. Maar dat het dus tussen stad en platteland. Okay. Ja. Nou, ik noem het even omdat wellicht de kijkers ook in Friesland het boek kennen en het misschien ook via de kinderen en zo, omdat op diverse scholen ook aan de orde is geweest. Inderdaad. Okay. Ja, ja.
Nou ja, en dan komen we bij het andere boek. Wat eigenlijk de aanloop is voor de tentoonstelling. Dat boek, dat hield je net al even overeind. Mm-hmm. Dat is het boek van de walvisvaart. Ja. En vertel eens, hoe ben je daarbij terechtgekomen? Hoe komt dan een meisje wat op het platteland woont, hoe komt dat geïnteresseerd in de walvisvaart? Nou ja, dat begon eigenlijk bij een schilderij. Dus daarom ben ik wat in de war kreeg. Oh. Maar dan bij een moorenschildering. In een café, de Boente Bok in Lussus. Ja. En ik had daar een skoftje werken. De Boente Bok kennen we ook van de toneelvoorstellingen, ja, van je moeder en anderen. Chris Mem en Gerrit Haaksma, inderdaad. Precies, ja. Weer een verbinding met de cultuur. Nou, inderdaad. Ja, maar de Boente Bok, daar zag jij wat? Ja, ik zag daar wat. Ik werkte daar in de Wiekeinwols achter de toog. En dan zie ik die biertjes te tappen. En dan zag ik uit op een heel mooie moordenschildering. En dat ging dus hoe die walvis vaart. En toen moest ik van Squal een keer een workstick maken. Toen dacht ik, nou, dan ging dat wel eens onder ziekje in. Ja. En van het in kwam het oor. En we hier Dirk Wietfisk, Dirk van der Veen, die zit daar altijd aan de toog. En dat bleek dus een oud walvisvader te wezen. En zo ben ik eigenlijk met hem begon te praten hoe die tijd op zee. En nou ja, hoe te dat voen hier. En hij verwees mij dan weer terug naar collega's van hem die dan in de dorpen om is heen nog steeds weten. En die woonden daar in de buurt. Want de walvisvaart ging vroeger ook vanuit... Ja, maar dat wist steeds maar van heel vroeger. Okay. Dus dan hadden we het echt over de Santje in de 18e eeuw dat er naar het noorden ging. Maar er ben wel een heel soort meesken uit de kuststreken van Nederland. Precies. En dan hebben we het inderdaad, ik had eerst Friesland bij Geleeks. Die ben dus uiteindelijk Maaike na de oorlog op walvisvaart. Ja, ja. Okay. En ik vond dat verhaal echt super bijzonder en heel nieuwsgierig. En wou dat graag bewaren, want het is en toch een beetje... Ja, precies, daarom mag ik het opschreunen. Omdat het toch wat een taboe onderwerp is. En ik wou dat wel verteld waren en in elk geval opslaan waard. Geschiedenis, hè? Precies, geschiedenis. Dus zij is dat boekenkaam. Ja, klopt het. Mooi, mooi. Ja. Maar in de aanloop van het boek, want je zei, het startpunt was als 16-jarig meisje dat je iets voor je werkstuk voor school moest doen. Ja. Maar hoe is nou dus het werkstuk in een boek veranderd? Heb je daar nog tussen? Want je hebt gestudeerd. Ja. Van je 17 tot 22e. Mm-hmm. Vlot afgestudeerd. Allemaal snel. Dan komt die opmaat naar het boek. Nou, eigenlijk weer dat tegelijk ik al. Oh. En ik ben eigenlijk altijd maar dat onderwerp wel... Ja, dat is nooit van me loskwam. Okay. En die man, die waren, ja, dat waren kunde van mij. Dus daar ben ik ook regelmatig in de West om die verhalen op te tekenen. En toen had ik een contract bij de Amsterdam University Press sluiten. En op die manier ben ik door aan het schreeuwen rekken. Had ik besloten om een schreeuwcursus te doen. Ja. Literaire non-fictie. Dus dan wil het verhaal op werkelijkheid baseren. Alles met eigenlijk feitelijk klopje, maar dan wel op zo'n manier dat het leuk is om te lezen. En die cursus die waart aan Joen terug Judith Koelemeijer. En bekend? En in gearworking met Jan Brokken en Frank Westerman. Zijn niet de minste namen, nee, Anne Goitschke? Nee, absoluut net. Dus dat wie van mij ook een unieke kans natuurlijk om op die manier het schreeuwerskip een beetje onder de knippel te krijgen. En nou ja, dat meesken als die schreeuwers dus ik sjoggen naar de teksten die Stefan maken haast. Dus dat is toch wel echt al je het beginpunt. En dan het boek. Houd het nog maar even overeind, want dat ging over... Inderdaad. Dit is dus het boek waar het om gaat, hè? De traanjagers. De traanjagers, ja. En dat is dus eigenlijk wel heel leuk, want zo ben ik uiteindelijk na de onleiding van het boek, al je lezingen, Jan Gien, door heel Nederland, ek een keer in Snits bij het Skipveert Museum. Ah. Ja, dan komt de connectie. Dan komen we in Snits. Ja. En toen rek ik aan de praat, mijn minded. En toen zijn we... Mijn Zeffinga, inderdaad, de directeur. En toen zijn we van, goh, kiwi je net wat mij. Want het is eigenlijk wonderskerig. Zij hier in de collectie nog een heel soort van die walvisvaart. En zij is dat idee doe begon eigenlijk van, goh, kiwi er net een tentoonstelling van maaitje. En dan kan ik gewoon als gastcurator gasttentoonstellingsmaker aan de slag. En dat, nou, dat liek mij natuurlijk helemaal geweldig. Dus zij is het begon. Nou, ja. Prachtig. Het contact gelegd, voorbereiding. Nou, en nu gaan we even met jou naar de tentoonstelling. Maar alles is nog dicht, hè? We gaan zo kijken wanneer we het open kunnen doen. Maar gaan we eerst even kijken naar een filmpje. En dan ga je ons eerst even meenemen in een hele kleine impressie door het museum heen. Dit is het oog van een walvis. Wat zou het allemaal hebben gezien? Het vormt het beginpunt van de tentoonstelling Bloed, Zweet en Walvisstraan hier in het Fries Scheepvaartmuseum. We hebben gekozen voor dit oog als soort symbool voor de hele tentoonstelling, omdat het allemaal verschillende perspectieven op de walvisvaart laat zien. In de middeleeuwen werd de walvis nog gezien als een angstaanjagend zeemonster.
Maar dat beeld veranderde snel, want ze kwamen er al in de 17e eeuw achter dat je van de walvis heel veel kon maken. Bijvoorbeeld van het baleien uit de bek van de walvis, waar ze hele prachtige sierdozen mee maakten, mesheften. Ze gebruikten het in korsetten of voor snuifdozen. Net na de Tweede Wereldoorlog ging Nederland opnieuw op walvissen jagen. Op grote fabrieksschepen zoals deze Willem Barends hier werden de walvissen meteen verwerkt. Dat kon soms wel oplopen tot 90 walvissen per dag, dus dan moest er behoorlijk doorgewerkt worden. Deze werkpakken beschermden de walvisvaarders tegen de kou en tegen de smurrie op het dek. En met deze grote flensmessen sneden ze de walvissen aan stukken. Vervolgens kwam dat in de traanpot terecht en werd dat ingekookt tot traan. Door de enorme overbevissing raakte de walvis al snel met uitsterven bedreigd. De walvisvaarders worden nu als moordenaars gezien. Hier hoor en zie je hoe die walvisvaders van toen dat allemaal beleefd hebben. Zie ik je binnenkort in het Fries Scheepvaartmuseum? Nou, en nou zitten we in de tentoonstelling. Hebben we net even een stukje van gezien. Mm-hmm. Vertel eens even, hoe is die opgebouwd? Hoe ben je aan het materiaal gekomen? Want het is natuurlijk een heel werk. Ja, nou ja, het gelukkige hiervan, wie dat ik natuurlijk al een heel soort vaarwerk die in het boek. Mijn hele onderzoek wie eigenlijk al clear. Dus wij konden together met Mijndert, maar ook met Freerk, die de tentoonstellingsbouwer daar is, hebben we gewoon betocht van, goh, hoe zullen we daar nou een goede verhaallijn van maken? En toen kwamen we eindelijk tot de conclusie dat het allerbelangrijkste uit die tentoonstelling is de nuance van die walvisvaart. Want wij zijn natuurlijk als Nederlanders heel oors naar die walvisvaart Schengen. In een hele korte tijd eis. Ja. Want na de oorlog wie een walvisvaart is eis de helden van de wederopbouw. Wilst wij de no-nice joggen als binnen moordeners. Ja, ja. Dus we zijn dat willen we echt heel graag onderstipje in die tentoonstelling. En dan dat is als bezieker toch wel het gevoel krijgt van goh, er zijn oren motivaties om mee te gaan als alleen nog de centen die ze mee verdienen. Want het is voor die man een heel avontuur geweest. En die zeggen, doe heel oors daarnaar. Dus dat had dus eigenlijk dus daar besluiten dat we in het midden van de tentoonstelling symbolisch eigenlijk ook een tunnel maken. Ja. En in die tunnel just dus alle persoonlijke herinneringen van die man die na de oorlog mee was binnen onboord. Nou. Dus dat zijn foto's, dat zijn dieboekfragmenten. Ja, daar hebben we ook al in het filmpje even een impressie van gezien. Klopt en het? Ook in de foto's tussendoor. Ja. Maar wat ik ook mooi vind, want ik heb even mogen kijken tijdens de opbouw, is dat je ook een soort mooie overzichtelijke historische lijn erin gebracht hebt. Ja. We beginnen eigenlijk bij het begin van de walvisvaart in. Wanneer is dat? Dat is 1648 ongeveer, zei iets. 1642. Want dat is inderdaad, wij wonen graag in het midden de nuance. Maar daaromheen gewoon de feitelijke beschrijving van de geschiedenis. Ja. Dus ik beginnen bij het begin van Nederland. En dan hebben we eigenlijk al een heel iets stukje midden, omdat we excellent te wonen hoe het meest kan doen naar de walvis kan zeggen. Ja. Dat we meer het monsterachtige beeld. Maar dan je ze eigenlijk al redelijk gauw in de zandje in de eeuw naar het noorden, naar de noordelijke IJszee. In het spoor van Willem Barends ijs. Ja. Want daar zitten die walvisken. En daar gingen ze inderdaad naar Nova Zembla. En daar kennen ook al die avontuurlijke filmpjes van Moby Dick. En de jagers die een klein bootje met een harpoen. Houten boordjes inderdaad. De grote strijd van de man tegen de walvis. Absoluut, inderdaad. En het, in die historie is ook zo mooi. Dat je dus, het begint dus in de Noordelijke IJszee. Mm-hmm. En dit Noordelijke IJszee, dat is een soort markering. Ja. Dat gaat tot de oorlog of zo in die tijd. Nee, dat is eigenlijk eind na 1800, dan ben er eigenlijk al een heel soort oren manieren uitvoeren van Nederlanders om die olie en vetten te vervangen. Ja. Het waren best wel risicovolle reizen natuurlijk. Ja. En het gebeurde regelmatig dat er een skip vergier. Dus ze zijn van nou, dat hoeft net meer. Boppen dat waren er ook al volle minder walvisken, want die waren al redelijk voortvisken. Ja. Dus toen ben ze stoppen. En dat is dan, hebben we het dus echt door eind 1800 ongeveer. Ja, okay. Maar oren landen
anders, Noorwegen en Engeland. Die gingen erop door. Ja, ja, klopt. En is het ook een markering dat de vaart tot de Tweede Wereldoorlog was, geloof ik, noordelijk. Ja. En daarna gingen ze de andere kant op. Precies. Hè? Toen hier in de oren uitvindingen werd terug, had die skip een volle langer onderwijs waar ze kon. Ze hier in Eggen Tusken Eiland meer nodig om die walvisken te verwerken. Okay. Ze konden ze heel vier naar het zuiden, eigenlijk zo richting Antarctica in die zuidelijke Ierzee, om daar de walvisken te jagen. Okay. Ja. Ja, en je zei het al even, van waarvoor was die walvisvaart? Dat was echt als productie voor bepaalde vetten. En wat maakten ze ervan? Nou, iedereen denkt natuurlijk voor het levertraan. Ja. En dat vieze goedje. Dat heb ik ook nog gehad vroeger. Ja, maar dat is dus net van walvisken. Ja, levertraan wel, maar net die levertraan. Net een vitamine supplement. Dus die ik vroeger heb gehad, die komt ergens anders van? Ja, van kabeljauw of een orenvisksoort. Oh, okay. Maar dat gies uiteindelijk wel om de traan. Want steeds maar in die betierde walvisvaart, dan broekten ze dat als lampolie. Maar later waren dat na de oorlog, toen de veestapel hier eigenlijk oprekken weer, dan broekten ze het in de margarine. Dus echt om meesken weer op krachten te krijgen. Dus de bekende kuipjes die we vroeger hadden, ja. dat kwam ook van de walvis. Vetten van de walvis. Ja, inderdaad. Oké. Nou, en ik heb ook wel begrepen dat ze met name ook in andere landen ook andere dingen mee deden. Want Japanners die hebben geloof ik ook nog een voorkeur voor het vlees. Ja, dat klopt het inderdaad. Nederland die had er nooit echt zo onwest. Ze bij de Albert Heijn wel eens een walvishaché proberen, maar dat was net populair. Nee, maar in Oorland, Noorwegen wol en Japan inderdaad. Ja. Ja. Nou, mooi. En wat jij ook zo mooi laat zien in het tentoonstelling, dat is dat middengedeelte, de discussie, hè? Het spanningsveld van vroeger was het productiemiddel, maar tegenwoordig is het toch meer een uitstervend ras wat je moet beschermen. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Want je hebt ook nog een paar mensen om je heen die daar heel veel verstand van hebben. Ja. Ja, inderdaad. En dat we eigenlijk ook de reden voor u is, wij zijn dat midden, dat maakt eigenlijk ook wel op het gevoel, op het gemoed speel je. En dan is het heel belangrijk dat al die zintuigen daar eigenlijk bij broekt worden in. Dus dat is ook wel verspreid in de tentoonstelling het geval. Maar vooral derde is er een hele mooie soundscape, eigenlijk een soort muziek is het, kist het wel nemen. Ja. Is maken een compositie terug Tristan Visser. Dat is een muzikant, jonge muzikant van Skielge. En die had eigenlijk op zijn eigen manier op walvisjacht geweest. Maar dan net om die bissen echt te jagen. Maar om te onderzoeken wat geluidsvervuiling eigenlijk betut voor die walvisken. Dus hij had proberen om te communiceren met die walvisken. En op basis van al die opnames had hij nou een heel mooie compositie maken die dan echt te luisteren is in die tunnel. Ja. En hij heeft dus ook ontdekt, en andere onderzoekers misschien ook wel, dat die walvissen door bepaalde geluids, dus nog geluid communiceren met elkaar en dat dus verstoord kan worden door scheepvaart. Ja, precies. Nou, dat is inderdaad wat hij eigenlijk aantonen wil van reageren beesten op dat lood, reageren die walvisken erop. En hij speelde een toon met zijn gitaar en in zijn documentaire, die het echt te zien is, die kunnen we ook in een tentoonstelling zien, dus ik ga het net verklappen. Nee. Maar dan kist zien dat het wolf net zo is, dat die walvisken inderdaad gevoelig binnen voor loeren van boetenaar. Ja. Goh. Ja. Maar mooi. Dus het is een hele rijk gedocumenteerde tentoonstelling. En dat is een hele uitdaging. Ja, superleuk. Want dat vind ik het mooie. We konden nou ook die oud walvisvaders er weer bij beloeken. En we waren heel soort gelukkig dat ze ons dat gunden. Heel soort van hun persoonlijke oortinkers en objecten die we broeken mochten. Ja. Dus het is een hele rieke tentoonstelling, vind ik zelfs. Maar ja, dat is ook gewoon het publiek om dat aan te beoordelen. We gaan iedereen heel nieuwsgierig maken met dit gesprek ook. Dat is wel de bedoeling. En het filmpje. Maar dan komt natuurlijk wel de cruciale vraag aan de Gorske. Ja. Wanneer gaan we open? Want we zitten nu in maart. Mm-hmm. We hebben de toespraak van de premier onlangs gehoord. Ja. En het zal waarschijnlijk april worden. Ja, ik hoop het. Ja, we zijn er al je kleren voor. Het stiert al je kleren, het loopt door het, de filmpjes door het. We gaan namelijk ook trouwens nog een mini-documentaire maken. Nou ja, dat is natuurlijk superleuk dat iedereen dat aan beschenken. Ja. Ja. Maar ja, het is onwachtig. Mooi. Ja. Maar we kunnen even op de site van het Scheepvaartmuseum kijken. www.friesscheepvaartmuseum.nl. Want daar staat de aankondiging al, maar wanneer die echt begint. Ja. En we hopen allemaal begin april. Zullen we daar eens op gokken? Ja. Aan de Goitske? Dat iedereen een beetje aanstaan houdt. Mooi, prima. Nou, jij bent er in ieder geval klaar voor. Ja. Hè?
Mooi zo. Nou, nog even terug naar jezelf. Daar heb je eigenlijk al iets over verteld. Wat is nou de drive om dit werk te doen? Waar word je vrolijk van? Want... Ja, ik vind het gewoon heel nieuwsgierig om op al die verschillende manieren een soort taboe onderwerpen uit de geschiedenis uit te plukken en te zien wat er doe eigenlijk al jaren alweer. Ja. En om daar misschien toch op een andere manier naar te zien. En dat misschien ook iets betreft van hoe wij you to die live en hoe wij dingen doggen. Okay. Dus dat is wat mij drilt. Toch die verbinding weer tussen die cultuurhistorie en die publieksinformatie. Er zitten twee studies in. Ja. Nou, en dan vraag ik ook naar het eind nog even. En dat durf ik wel jou te vragen als 25-jarige. voor jou dan. Waar zou jij bijvoorbeeld... je mag even dromen wensen. Waar zou je over 5 of 6 of 7 jaar willen staan? Je hebt vast al dromen wensen. Hoewel je al een heleboel doet. Ik vind het zo lastig, want ik denk dat wel eens onij, maar eigenlijk vind ik het vooral heel leuk om al die verschillende manieren van het oerbrengen van een verhaal te oefenen. Dus ik hoop dat ik gewoon op 5 jaar, 10 jaar nog volle meer van dat soort manieren bezocht heb. Dus dan haak ik het door, dat doe ik nou ook al wel een beetje, maar podcast bijvoorbeeld, dus radio, televisie, documentaire-achtig iets. Meer tentoorstellingen. Ja, en sowieso nog een boek erover. Of een tredenboek. Want daar ben ik al mee aan de gang. Maar nou ja. Maar toch hopen dat hij wel in de komende 4 weer uitkomt. Je net 25 al 2 boeken. Een paar tentoonstellingen. Maar ja, het is altijd al je zoeken naar skerige onderwerpen binnen. Dan voel je wel verder. Nou, mooi. Nou, Anne Goitske, hartelijk dank voor dit inspirerende en prachtige gesprek over jouw mooie project. Ik denk dat we er nog veel van je gaan horen. Je bent pas begonnen. Nou, ik wens je nog heel veel succes en plezier bij je prachtige werk voor de cultuur hier in Zuidoost-Friesland en waar dan ook. En heel veel succes ermee. Dank u. Nou, beste kijkers, dit was dan weer een uitzending van Zuidwest Cultuur. We hopen dat u van het gesprek en de filmpjes genoten heeft. En graag tot de volgende keer.